België is een automerk rijker. Of beter nog, een oudgediende is terug van weg geweest. Jawel, MG is terug in België. Niet met een sportwagen, maar wel met een elektrische crossover. Als dat maar goed komt. Ben je ouder dan 30 jaar, dan denk je vast met weemoed terug aan het Britse MG. Het automerk is al bijna 100 jaar oud en maakte vroeger enkele heerlijke rijdersauto. Je kan het dan ook zien als het BMW van Britannia. Vlak na de eeuwwisseling ging dat BMW van Britannia echter over kop. Zelfs het echte BMW, dat even eigenaar was, kon het merk niet redden. En sinds 2005 is MG in Chinese handen. En die Chinezen die hebben werk gemaakt van het Britse merk. Want tegenwoordig heeft MG een catalog van een tiental auto's die het verkoopt in China en ook in Engeland. En toegegeven, in 9 van die 10 auto's wil je eigenlijk niet doodgevonden worden. Maar deze MG ZS EV moet de uitzondering op de regel worden. Europa snakt namelijk naar elektrische auto's. Of dat wil de overheid je toch alvast wijs maken. En daar kan deze MG ZS EV wel eens goed op inspringen. Want deze EV is eigenlijk gebaseerd op de MG ZS. En dat is in essentie eigenlijk al een Dacia Duster van MG. Betaalbaar dus. Want tot op de dag van vandaag heeft Dacia natuurlijk geen elektrische Duster in haar aanbod. En had daar deze MG ZS EV een deel van de koek willen stelen. Door ruime elektromobiliteit betaalbaar te maken. En om je een idee van die betaalbaarheid te geven, heb ik hier een speakbriefje met rechtstreekse crossover concurrenten met een elektrische aandrijving. Hou je vast. De Audi e-tron, €70.950. De Mercedes EQC, €79.860. De Jaguar I-Pace, €80.800. En de Tesla Model X, €93.600. En nu hoor ik je denken, maar er zijn toch ook kleinere crossovers die elektrisch zijn, Yves? En dat klopt helemaal. Daar heb ik ook de prijs van. We gaan verder. De Kia e-Niro, €39.000. De Hyundai Kona Electric, €38.990. De Peugeot e-2008, die kennen jullie misschien nog niet, die kost €33.120. En tenslotte deze MG ZS EV, €30.985. Een stuk minder dan de concurrentie dus. Inderdaad, deze elektrische crossover kost nog geen €31.000. En vink je alle opties aan, dan komt hij met zijn kostprijs van €33.600 amper uit boven de instapprijs van zijn goedkoopste concurrent, die Peugeot e-2008. Maar hoe kreeg MG deze ZS EV zo goedkoop? Wel, schaalvoordeel natuurlijk. De basis die wordt al ontiegelijk veel gemaakt, de gewone MG ZS voor de Chinese markt. Ja, en de elektroaandrijving die wordt ook in tal van andere Chinese producten gebruikt. Dan hebben we het over een elektromotor van 140 pk, 353 Nm koppel en een accu van 44,5 kWh. Een aandrijflijn die je evengoed zou kunnen tegenkomen in een Nissan Leaf, om maar iets te zeggen. MG zegt dat je hiermee 263 kilometer ver moet geraken. In de realiteit mik je best op zo'n 200 kilometer. En daar heb je misschien wel de grootste zwakte van deze crossover. De iets wat beperkte range die vooral psychologisch een probleem kan zijn voor klanten. Nu goed, een grotere batterij. Voor die extra range zou deze ZS natuurlijk meteen een stuk duurder maken. En dan valt hij in de prijskategorie van gevestigde waarde. MG is dus slim geweest om heel hard te focussen op de prijs. Zoals een, ja, en we blijven het een beetje herhalen, Dacia Duster. Goedkoop wil trouwens niet belabberd zeggen, want net zoals een Tesla Model 3 haalt deze MG ZS EV 5 sterren op de Euro NCAP. En daarnaast rijdt hij als een gezapige elektrische crossover. Dit is niet de scherpste crossover van allemaal met elektroaandrijving, maar ja, hebben mensen dat echt nodig? En het interieur, dat kan best mee, dat hoeft helemaal niet onder te doen voor het interieur van een Nissan Leaf. Eindelijk komt er nog eens een nieuwe EV op de markt die niet pronkt de volgende Tesla-killer te zijn. Nee, deze MG ZS EV wil vooral betaalbaar zijn voor de gezinnen. Zijn beperkte elektrische range, ja, dat kan misschien wel een struikelblok worden voor sommige gezinnen, maar wij zijn alvast benieuwd wat België hiervan gaat vinden. En ook wat jullie ervan vinden. Laat het alvast weten in de comments.